Dag, daar ben ik weer, Zelda Play 20, terug met een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker in HD! Yay! In de vorige aflevering hebben wij Windfall Island helemaal gedaan. Ik word zo moe van Windfall Island. Maar goed, we zijn er gelukkig klaar mee. Yeah! Dus in deze aflevering gaan we gewoon weer verder. Eilanden varen, daar zijn we nog steeds mee bezig eigenlijk. Dus dan weten jullie dat ook weer. Goed, nou heb ik iets gezien. Voordat je zeg maar dit eiland hier wil verlaten. Wil je heel eventjes met je boot hier naartoe varen? Want er zit een submarine. En ja, ik heb een Miiverse bottle. Ik zal even kijken wat het is. Ja, dat is een soort van Kirby emoticon dinges geval. Het zal allemaal wel. Goed. De reden dat mijn magiebalk weer vol is, als je met die gast nog een keer zou praten en je laat ze eigenlijk gewoon vallen, hij vult je magie, zeg maar, gaat ze ja, eigenlijk voor 10 rubies. En als je dan laat vallen, dan win je natuurlijk niks, dus... Maar goed, het is hier donker. En je hebt hier een switch. Ik vertrouw dit niet helemaal. Ik vertrouw dit helemaal niet. Waar ben ik met mijn knopjes allemaal aan het doen? Ik wil gewoon mijn pijlen veranderen, dank je. Goed, op die knop slaan. Dat dacht ik al. Auw. Ik was mijn knopjes kwijt. Oh. Nou, we hebben deze maloot. Oh, we hebben er nog één. Nog een maloot. Nadeel is, ik weet niet waar dat die maloot... Oh, daar ben je nou weer. Ah, nou sta je hier. Oké. Ik ben eerder. Nog één? Twee zelfs. Nee, geen beet groeit! Beet groeit nou niet echt bepaald aan de muur. En door jou sta ik in de pik. Dit is een hele battle arena dit, man. Ik word geraakt als een... Oh. Gaat oké. Willen jullie alsjeblieft allemaal opdonderen? Ik ben nou helemaal klaar met jullie. Oké, dat was alles. Had ik eerder moeten schreeuwen. Ik heb per ongeluk mijn beet gegooid. Weet je hoe zeldzaam beet al die is? Oké. Als je deze submarine hebt gedaan, dan komt er weer een keertje tevoorschijn. En in dit keertje, er zit natuurlijk niks anders weer als waarschijnlijk weer een treasure chart die waarschijnlijk weer 200 rubies gaat geven. Het zou mij niet verbazen, aangezien dat we al twee submarines hebben gehad met niks anders dan twee... Platform chart. Yay. Platform chart is eigenlijk best wel zinloos. Laat zien waar de platforms zijn. En aangezien dat er maar één platform is die een piece of heart bevat, waarom zou je dat willen doen? Ik zou het niet weten. Maar goed, wij gaan door naar het volgende eiland. Stomme beestjes, donder op. Ik ben er klaar mee. Ik verlaat de houten submarine. We all live in a wooden submarine. Wooden submarine. Oké. Op naar het zuiden dan maar. Ik zie jullie zo. Welkom bij Zinloos Eiland nummer 2. Yay. Dit is weer zo'n eiland die alleen maar eigenlijk zinvol is als je op zoek bent naar de Ghost Ship. De Ghost Ship kunnen we op dit moment nog niet naartoe. Dus laat dat eiland maar lekker het eiland wezen. Ja, er zit natuurlijk... Hey, a minute. Wat was dat? Zagen jullie dat ook? Je hebt daar die beesten. Maar wat is dat daar? Die twee dingen daar. Wat zijn dat? Oh, dat zijn ook van die vijandjes. Oké, ik heb niks gezegd. Wij draaien om. En ik zie jullie bij het volgende eiland. Tot zo! En nou zitten we dus op dat eiland. Even fun fact. Het eiland rechts van ons. Je weet wel waar we die ice arrows nodig hadden. Daar is een big octo te vinden. Zijn reward is 100 rubies. Dus mocht je 100 rubies nodig hebben. Dan kun je inderdaad daar gaan kijken. Dat is daar dat richting. Die kant op. Heel simpel. Zeg ik dat goed? Die kant daar zo. Ja, richting die kant. En daar vind je ergens zeg maar een big octo voor 100 rubies. Leuk om te weten. Ik heb het niet nodig. Ik denk, ik laat het alleen maar heel eventjes weten. Er zijn meerdere octo's die alleen maar 100 rubies hebben. En dat vind ik eigenlijk een waste of time. Maar goed, we zijn hier bij een fairy fountain aangekomen.
En bij deze Fairy Fountain is de ingang geblokkeerd. Wat een ramp. Dus tijd om er maar open te breken. Geweldig. Fairy Fountains, nogmaals heel erg handig om feetjes te halen. Als je feetjes nodig zou hebben. En heel erg handig natuurlijk voor upgrades. Zolang ze er maar niet uitzien als Fee. Serieus, Nare Warriors. Je wil niet weten hoe vaak ik Fee wel niet tegen ben gekomen. En Fee is eng. Goed, hallo. Young Waker of the Winds. Allow me to aid you in your quest. Ja. Vind ik wel jammer dat ze hier Great Fairies niet echt een magische ability geven. Aangezien ik toch een magimeter heb ofzo. Maar alleen maar een increase van items. Dat vind ik best wel jammer. Maar ja, dat is in de oorspronkelijke versie ook. Want ja. Maar ja, we kunnen nou dus 99 bommen die we nooit alle 99 zouden gaan gebruiken. Maar we kunnen dus nu 99 bommen dragen. Joy. Joepie. Het belangrijkste wat ik hier wil doen, is gewoon even nog een extra feetje jatten. Kijk hoe zielig dat je bent. Oké. Ik vroeg niet om een feetje met te healen, want dat heeft die andere vee, die vee al gedaan. Je weet wel, dat gedrocht met vier armen. Dus, zonder enig oponthoud, denk ik dat we dan weer eventjes verder gaan naar het volgende eiland. Nou weet ik jongens, het spijt me zeer dat er inderdaad alleen nog maar, zeg maar, tot nu toe het ene eiland naar het andere eiland is geweest. Maar ja, zo kom je wel zeg maar achter al de secrets die we nodig hebben en noem maar op. En geloof me, als we dadelijk deze derde rit van eilanden hebben gedaan, dan gaan we toch beginnen met een dungeon. Dus maak je geen zorgen, dungeon zit eraan te komen. Maar wij gaan even naar het volgende eiland. Dus ik zie jullie zo op naar het, waar gaan we naartoe? Westen. Oké. Hallo. Ja, dit eiland. Zijn we al geweest. Dit is het eiland waar je eigenlijk naartoe moet om Tempel 3 te laten verschijnen. Op die eilanden is verder dus helemaal niks te doen. Dus het enige nadeel waar ik nou mee zit is dat ik geen beek meer heb. En dat ik dus, ja, eventjes terug moet langs Windval om daar heel eventjes beet te gaan halen. Dus ik ga heel eventjes mijn beet halen. Kijk, daar hebben we zo'n beacon waar ik het over gehad, hier bij Tingle Island. Tingle Island is overal natuurlijk heel goed bekend. En Tingle Island, daar wou ik heel eventjes naartoe dus, om eventjes dat kistje op te gaan halen. Voor de mensen die het willen weten, die natuurlijk de trace charts allemaal bijvolgen en alles. Dit is trace chart 10. Zo, die hebben we snel gevangen. Die zat niet diep. Als ik me niet vergis, bij Tingle kreeg je 200 rubies. Aangezien dat Tingle heel veel rubies later nodig gaat hebben. Ja hoor, 200 rubies. Hartstikke handig. Maar er is dus niet echt veel bij Tingle Island te doen, dus wij gaan verder. Door. Wow. Oké, dat was ik even vergeten te vertellen. Bij Tingle Island blijkt ook een Big Octorok te zitten. Met 12 ogen. Ik probeerde net weg te varen. En ik word dus verrast in één keer door deze gast. Gezellig. Nou, deze is dus ook weer een Big Octo die je wil verslaan. Aangezien dat deze ook weer een hele leuke reward voor je heeft. Nou, als ik hem tenminste toen een keer raken. Hier komt 99 bom eigenlijk best wel van pas. Alleen ik zie nog steeds niet eigenlijk waarom dat je 99 bom nodig zou hebben. Maar dat is natuurlijk... Maar goed. Oké, die hebben we nou allemaal geraakt. Boing. Eens kijken of ik hem met 30 bommen zou redden. Die is raak. Kom op. Nog alleen die. Voilà. Hoeveel bommen heb ik nog over? Mag ik dat weten? Dat zou ik eigenlijk best wel op prijs stellen als ik zou weten hoeveel bommen dat ik nog over heb. Jee! Een soort van ding dat we op moeten halen. Nou, ik heb nog 65 bommen over, dus ik heb er meer dan 30 gebruikt. Jammer genoeg. Oh. Maar goed, het belangrijkste is dus hier om gelijk dat kistje mee te nemen. En dan zien wij bij Tingle Island. Nogmaals, dit eiland is Tingle Island. Tingle Island. Ken die missen, Tingle Island. Meest bekende eiland van de Wind Waker, omdat je daar in de normale versie, ik weet niet hoe vaak naartoe komt. Peace of Heart, zoals ik had verdoemd.
Nou, mag ik dan nu, zonder enig probleem, naar het volgende eiland? Bedankt! Oké, dat ziet er nogal raar uit. Op dat eiland zitten we op dit moment en bij dat eiland hebben we weer... een treasure chart die we op kunnen graven. Plus, er is het een en ander te doen. Zoals jullie daar in de verte al zien, dan zie je al de pieken van de treasure chart waar ik het over had. Ik heb nog niet eigenlijk gekeken welke treasure chart dat is, maar ja, aangezien dat er maar één eiland is dat op een drol lijkt... en dat is treasure chart 2. Serieus, ik vind het op een drol lijken. Ik kan er niks aan doen! Dit eiland ziet eruit als poep. Dit is officieel... we noemen nou tot mijn poepeiland. Het heet Rock Spile, maar ik vind het eruit zien als poep. Oké, even draaien. Stop. Stop. En dan ben je weer te ver, hè? Jouw zin. Er komt een haai aan. Jaws. Dat je faalt. Oké, volgens mij was Treasure Chart 2 een piece of heart. Uit het hoofd. Heb ik gelijk? Van onze gelijk hebt, Treasure Chart 2 helemaal gelijk. Nou, dit is eigenlijk best wel uniek wat we hier moeten doen. Willen we in dit eiland, de secrets ontrafelen en vrij onze weg kunnen gaan, dan moeten we ons schip gebruiken om hier die bom op te blazen. Tenminste, dat raad ik aan, dat is het makkelijkst om te doen. En op het moment dat je dat gedaan hebt, kun je eigenlijk gewoon hier gewoon overheen lopen zonder enig probleem. Dus ik stap even uit mijn boot, gewoon lekker met haaien zwemmen. Het is bijna hetzelfde als met de dolfijnen, alleen iets gevaarlijker. Serieus niet in real life doen. Ik zeg het er maar even bij, Justin Kaas, broodje logica's met gezond verstand, weet ik het allemaal nog meer, hoe dat ik het altijd zei. Boter, gewoon boter. Nee, niet weer boter, jawel boter. De deur gaat. Altijd komisch, op het moment dat je aan het opnemen bent en de bel gaat. Ach ja, kan gebeuren. Nou ja, waar waren we? Oh ja, we waren op Poepeiland. Je kunt me veel zeggen, ik noem het Poepeiland. Want het is het gewoon. Het is gewoon één grote drol. Je hebt ook een wc-pot-eiland. En je hebt ook een toilet-eiland. En waar zijn we? Het is hier donker. Ik zie niks. Hier ga ik spijt van krijgen of niet? Ja hoor, hier ga ik spijt van krijgen. Oh, hier ga ik heel veel spijt van krijgen. Oké, nou, ik haat Kies. Ik haat Zubats, ik haat ze allemaal en ik sla ze allemaal naar de sodemieter. Dus het is een button bash voor zijn. Dit is gewoon Hyrule Warriors in a nutshell. Ik word hier geraakt door een vleermuis en hoezo doet het mij één hartje krijgen al gelijk? Dit slaat helemaal nergens op. Maar ik sla ze helemaal... Pas erop, hè. Mag ik hier een keel? Nee, dat gaan we niet doen. Jij moet ook niet poten. Waar is dat ze? Zo. Dan moet ik wel zeggen, bij Hyrule Warriors hoef je niet zo te buttonbashen. Ik reference heel erg veel naar Hyrule Warriors. Hebben jullie al door dat ik Hyrule Warriors heel erg veel gespeeld heb? En best een goede spel vind? Raad je hem aan? Ja, we hebben een treasure chart. Leuk, welke is het? Kijk onderaan, dan zie je het. Wauw. Oké, ik moet nog heel eventjes voor het edit heel eventjes kijken welke treasure chart het is. Want ik weet het helaas niet uit het hoofd. Mijn excuses daarvoor. Ik weet het. Het is eventjes dat jullie naar een onbewegend beeld zitten te kijken. En alleen maar naar mijn stem kunnen luisteren op dit moment dat ik dit aan het opnemen ben. Maar het is treasure chart nummer 37. Dank je. Dezelfde player kan je dat niet achteraf doen. Nee, want dan heb ik al die maps niet openstaan. En ik wil ze sowieso eerst opengooien. Dus, goed. We hebben nou dus dit eiland gedaan. En er is nou niet echt veel meer op dit eiland te doen. En dan hebben we nog één blokje, zeg maar, die we naar het westen toe zouden kunnen gaan. Als ik tenminste mijn boot kan vinden. Hallo, boot. Ondertussen zit Zelda nog steeds opgesloten in de Tower of Gods. Ik weet zeker, dat waren jullie vergeten. Maar die zit daar nou nog steeds op de 3DS waarschijnlijk demo te spelen van Super Smash Bros. Die, even kijken, het is nou dinsdag. Toekomst kijken. Toekomstbeeld. Nou, het is nou dinsdag, dus waarschijnlijk over 3 dagen alweer uitkomt. Gaaf, man. Zoveel spellen. Het enige nadeel is, ik heb ook opnames te doen. Dus ik moet ook dit doen en ik moet ook bewerken. Dat doe ik graag voor jullie, hoor. Maak je daar geen zorgen over, maar het hoort er allemaal bij. Hey, wacht, heb ik die terug daarboven al gedaan? Ja, dat is die 4-eiland zutzooi. Geen zin in. Oké, nou. Zo te zien gaan we naar een nieuw fairy eiland. Dan ben ik best wel blij, want dan kunnen we weer de hammer gebruiken, zie ik al. Heb ik zo'n goed oog? Ja, ik heb zo'n goed oog. Ik denk tenminste dat het een fairy island is. Normaal gesproken knip ik het zelf gebieden eruit, maar dit is... Ik ga niet meer praten, geen zin in.
Oké, okay. Nou, hier hebben we sowieso onze smerfish. En ja, dit is degene waar je de hamer voor nodig hebt. Dat zag je door dat vuur daar. Maar eerst eventjes onze smerfish even wat te eten geven. Hi. Ja, doe mij eens even informatie geven over dit eiland. Daar zitten wij zo op te wachten hoe dat dit gevormd is, een hartje. En hoe dat daar een great fairy zit met vier handen die mij pijlen gaat geven. En ik heb ontiegelijk veel comments gehad waarom ik het scheetgeluid niet heb gehad bij de vorige great fairy. Omdat ik er gewoon glad vergeten ben, weet ik veel, noem maar op. Dus als je pijlen nodig hebt, dan ga je gewoon hier naartoe. Swing! Hallo! Hallo! Ik wil wel eventjes op bezoek! Mag ik dat? Dan moet ik wel eventjes naar binnen mogen! En de enige manier om naar binnen te gaan is op je deurbel te ramen! Serieus, die deurbel hier ook al? Serieus? Editor, niet grappig. Niet grappig. Of ja, zoals ik dat vroeger altijd zei, toekomstige ik. Ik zeg nou in één keer editor, ik weet ook niet waarom. Toekomstige ik. Grappig hoor. Hier heb je de Great Fairy. Yeah. Young Faker of the Winds. Allow me to aid you in your quest. En we kunnen meer pijlen dragen. Geweldig. The fairies of this fountain are very, very happy and are waiting for you to lock him up in a bottle and never be seen again. Of iets in die trend, weet ik veel. Goed. Dat is het enige wat we op dit eiland weer konden doen. Echt, Windweker, het is leuk om te onderzoeken en alles, maar sommige eilanden die hebben maar gewoon één ding en that's it. En ik heb weer een bottle opgepakt, daarna weer. Lots of hard pieces around here. Waar? Er zit helemaal geen hard pieces, man! Ja, ik zit even op Miiverse te kijken en nee. Gewoon nee. Was een zwart-wit fout? Nee. Nee. Gewoon nee. Maakt niet uit. Goed, dus! Gaan we nog een vakje naar het zuiden. Ik ga deze aflevering nog heel eventjes vullen. Gewoon met ik denk één eilandje of zo. En dan tot we maar een beetje weer storyline gaan doen. Want laten we eerlijk wezen. We hebben de halve zee ondertussen afgereisd in de afgelopen afleveringen. Dus, en volgens mij zit een Eyed Reef. Tenminste, ik zie het nog niet. Dus, volgens mij is dat een Eyed Reef. Dan moet ik alleen eventjes de Smashfish even vinden. Oh, weer een Miiverse bottle. Wat leuk! Ik moet wel zeggen, ik heb heel veel reacties gehad op die Miiverse bottle dinges die ik gedaan had. Dit is van een Reef, dat is zeker. Dit is de Three-Eyed Reef. Kijken welke kaart het er is. 3 uit 3. Hier hebben we hem al. Dat is kaart 38. Die hebben we net gevonden, dacht ik. Ja, niet zo bombarderen. Even wachten. Ik wil eerst eventjes dit oppakken, ja? Wat hebben we hier? Ik vind het wel mooi. In het donker gewoon links ogen ook echt licht geven in het donker. Nou ja, dat doet bijna eigenlijk van iedereen. We hebben weer een piece of heart, waardoor dat we weer een hele hartcontainer compleet hebben. Yay, wow. Oké, nou, laten we dan maar eens eerst even weer naar binnen toe gaan. En dit is weer voor een speciale chart, zoals ik al eerder had uitgelegd. Dus, zonder enig op onthoud. Bommen gereed. En schiet ze allemaal naar de Calyptus. Oh, dat doet eigenlijk best wel pijn. Je schiet eigenlijk best wel... Jij ziet ook eigenlijk best wel accurate. Auw! Wil jij niet zo accurate schieten? Auw! Heb ik je? Hé, hey, kijk man! Dat kost gewoon 2,5 hartje! Per bombardement. Jongen, 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 jongen. Alles went, zelfs het bombardement. Wordt hier helemaal gewoon leeggeschoten hier. Oké, okay, nou. Oh, daar zit hij. Nee, stout. Oké, okay, en als ik me niet vergis zit, de laatste die zit dan daar. Boom! En het grappige is, dat schip wat er zeg maar bij de ingang zit,
Dat is nog niet eens required. Dat is nog niet eens nodig. Nee, ik serieus. Dat schip, zeg maar, wat dan de ingang een beetje, zeg maar, protect, om het zo te noemen. Die hoef ik nog niet eens te verslaan. Het leuke is, ik ga hem nog niet eens verslaan, want daar heb ik gewoon geen zin in. Ik ga even kijken wat er op die meatbusters is. Nou, iemand die heeft een selfie gemaakt met King of Red Lions in zwart-wit. En de andere is Chilling with the Boss. Chilling with the Boss? Welke boss? Oh, van de Ruto gebeuren. Ach ja. Als je het maar leuk vindt. Oké, nou, de hoogste punt die zit daar. Maar hier wordt al automatisch gevuld. Vind ik altijd zo'n leuk van deze spellen gemaakt. Je moet helemaal omlopen. In plaats van dat ze gewoon het kistje hier neerzetten. Nee. Je moet echt helemaal over deze muren heen lopen. Doe me een beetje denken aan de walls van de Towler. Tot we daar dan soms zelfs de walls aan het doen zijn. Dan moet je echt helemaal omlopen. Let ik even jullie, ik loop nou echt helemaal om. Waarom hadden ze dan die schuine ophelling niet aan de andere kant kunnen maken? Alsof het spel nog niet lang genoeg is met al die kleine klote eilandjes waar je elke keer naartoe moet vieren. Ik vind dit gewoon echt BS! Ik bedoel, het is een remake! Maak het leuker, maak het spannender. Echt serieus, Windweken was al niet een van mijn favorieten. En ik begin nou steeds meer te stappen waarom dat het niet een van mijn favorieten is! Dankjewel, Darkmeer. Ah, graag gedaan hoor. Doei. Juist. Dus! Echt één zo'n hoge piek, echt hoor. Maar nou, we hebben het gevind. Het enige naal is... Ik moet weten nog ook wat de windrichting is en ik moet hier ook nog de smerfish vinden. Smee. Oost. We moeten naar het oosten. Oost. Oké, dan. En dan allemaal voor een trashchart die nog niet eens boeiend is. Zoveel risico. Als dit nou voor Pieces of Hearts was, of voor echte items die uitdagend waren. Nee, het zijn allemaal van die trashcharts van... Ja. Ik bedoel, je gaat toch wel alles afzoeken. Dus, nou, hier heb je de trashchart. Heel erg leuk, zoals er weer staat. Welke dingen dat je ervan kan krijgen. Heel erg leuk. Dus voor de mensen die het willen weten, voor mijzelf voornamelijk ook in de toekomst. Mijn toekomstige ik die zou dolgraag willen weten welke treasure chart dat het is. Het is treasure chart nummer 32. Heel erg leuk. Nou, aangezien dat het hier nog heel erg gevaarlijk is om een selfie gebeuren te doen, vaar ik gewoon dus naar het volgende eiland. En sluit ik deze aflevering heel erg af met ondertussen daar naartoe te zeilen. Omdat hier dus een bombardementgastje zit die mij heel erg graag dood wil hebben. Dus zoals jullie het niet erg vinden, zal ik in deze aflevering gewoon de regio snel mogelijk van tussen gaan. Eventjes de smerfish vinden. En natuurlijk dit eiland ook eventjes voor mezelf in laten kleuren. Dus heb je een leukste momentje, laat het weten in de reacties. En laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Voor de nieuwe mensen, welkom natuurlijk op het kanaal. Leuk dat jullie kijken. Hopelijk vinden jullie het ook een hele leuke serie. Er komen nog vele meer series. Maar op dit moment zijn we dus bezig met de Legend of Zelda, de Windweker in HD. Ja, jullie dachten dat hij niet meer zou komen, hè? Maar goed, ik heb dus Mavis gevonden. Ik zie jullie in de volgende aflevering. Dus ik dank jullie allemaal voor het kijken. En tot dan. Doei! Mavis, kom hier.